Ik belde Paul en ik zei, we hebben het. We gaan in Zutphen wonen. Dat we ook echt heel hard moesten lachen allebei van, wat? Het voelde als een soort onwerkelijk avontuur. Ik vond het vooral heel leuk, had er heel veel zin in. We hebben in Utrecht 2 jaar gezocht naar een ander huis. Een grotere tuin, een groter huis. Nou ja. Die markt die zat zo vast dat we eigenlijk gewoon niet konden vinden wat we wilden. En toen we buiten Utrecht eenmaal gingen kijken, dachten we allebei, ja, waarom eigenlijk niet? En hier koop je gewoon een huis voor het geld waar je in de Randstad gewoon een soort hokje voor koopt. Je krijgt hier waar voor je geld. Ik ben Nieke Martens, fotograaf. Ik werk nog heel veel in de Randstad. Dat loopt gewoon eigenlijk door, dus dat is heel fijn. Want ik dacht, oh, als ik dan naar Zutphen ga verhuizen, dan moet ik overnieuw beginnen of weer hele nieuwe klussen gaan zoeken. Maar je bent in een uur in Utrecht en Amsterdam, dus dat is echt heel goed aan te rijden. Dat valt mij heel erg mee. Heel veel mensen zeggen standaard, oh nee, ik kan niet op de foto, of ik heb hier een hekel aan, of mijn haar zit vandaag niet goed. Er is altijd een bepaalde schroom om in beeld te gaan staan en jezelf te laten vangen in beeld. En als ik dat dan mag doorbreken en het lukt op een mooie manier, dat vind ik eigenlijk het allerleukst. Op het gebied van ondernemen is hier denk ik heel veel mogelijk. De ruimte is er om dingen te bedenken en voor iemand die creatief en ondernemend is, kun je hier alle kanten op. We hebben 3 dochters. Ze vinden heel veel dingen vinden ze heel leuk. Bijvoorbeeld om de hoek van de straat spring je zo in de Berkel. Ja, dat er gewoon een heel schoon riviertje door Zutphen stroomt waar je zo in kan springen. Dat soort dingen, dan merk ik dat ze er heel blij van worden. Of zelf naar gitaarles lopen of fietsen is hier ook veel relaxter dan in Utrecht. Dat is toch fantastisch, vind ik. Mijn hele familie woonde in Utrecht of de provincie Utrecht. Dus dat is een hele nieuwe stap voor mij om daar buiten te stappen en met ons gezin in Zutphen te gaan wonen. Het voelt heel stevig voor ons gezin. Paul en ik gaan echt samen met onze kinderen vanuit hier doen. En het zet je ook weer aan het denken over hoe wil je de dingen. En je kan echt buiten de gebaande paden die ik dus altijd heb gekend en voorgeleefd heb gekregen. Daar kunnen we onze eigen invulling aan geven. Dus het voelt vrijer op deze manier. Qua wonen vind ik het echt een verademing.